Okay. 23 oktober 2018. Ruud, wat gaat er dan gebeuren? Ik kijk er naar uit, Ja, ik kijk er ook naar uit. Maar wat gaat er gebeuren? Want ons publiek weet nog niet wat er gaat gebeuren, maar er gaat iets gebeuren. Masterclass, geld verdienen met vakbeurzen. Nou, laten wij dan, ons zijn wij dan de masters en we hebben allemaal onze specialiteit. Nou ja, laat ik dan eerlijk zeggen, Ruud heeft twee specialiteiten. Want wat ik kan, dat kan hij ook. Dat is namelijk gewoon lekker een goede beurstraining neerzetten. Maar Ruud kan ook nog één dingetje meer en daarom zit Ruud ook in de ochtend. En waar ga je het in die ochtend over hebben? In die ochtend gaan we het eigenlijk hebben over de strategie van die beursdeelname. Dus het waarom van die beursdeelname, wie zijn de mensen die je wil spreken en hoe gaan we met die mensen in contact komen voor, tijdens en na de beurs. Dat is wat we in de ochtend gaan doen en inzicht krijgen in wat kan die beurs mij opleveren als ik het allemaal goed aanpak. En dan gaan we naadloos over in het daadwerkelijk aanpakken van die bezoeker. Ja, want dan gaan we natuurlijk naar de praktische kant van de zaak. Van ja, we zien daar mensen, we zijn daar, stand is klaar, plan is klaar, we weten wat we moeten doen. Goodies zijn er, goede koffie, AV of niet. En dan gaan we los. Ja, dan komen mensen langslopen. Wat zeggen we dan eigenlijk? Er staan mensen op afstand te kijken. Wat zeggen we dan eigenlijk? Dan zijn we in contact. Hoe komen we er heel snel achter? Wie heb ik tegenover me? Wil ik daar eigenlijk wel mee praten? Of wil ik er helemaal niet mee praten? Dan moet ik er weer zo snel mogelijk vanaf. En op welk moment ga ik... Ja, mijn bedrijfspitch toe. Maar op welk moment is het dan tijd om wel over mezelf te praten? En we gaan natuurlijk ook hebben, Ruud, over wat men dan... Ja, wanneer het werk echt begint. Dat is namelijk na de beurs, hè. Vroeger had je dan zo'n bak met leads. Tegenwoordig is het dan allemaal digitaal. Maar weet je, dat is allemaal hetzelfde. Essentie is natuurlijk, wie gaat het wanneer nabewerken? Daar gaan we het ook allemaal over hebben in zo'n masterclass. Ja, wie willen we eigenlijk, wie zou daar eigenlijk moeten komen? Ja, we gaan echt de diepte in. Dus dat betekent ook dat we zwaargewichten in de zaal willen hebben. Dus de masterclass is bedoeld voor sales en marketing professionals. DMU's uit het bedrijfsleven die iets kunnen zeggen over hoe zij hun beurs willen gaan aanpakken. Ja, en daar, met het ochtendstuk, ja, daar krijgen ze bijna, nou ja, dan zal je met je befaamde Expo-plan A4 komen. Daar gaan ze waarschijnlijk dan ook mee naar huis. En 's middags moeten zij die training doorlopen. Ja. Waarschijnlijk zullen zij teams hebben en zullen zij naar aanleiding daarvan zeggen, nou ja, met de opgedane kennis gaan we ons team verder instrueren. Of we zeggen, joh, moeten ze zelfs daarna nog trainen. Dat zal allemaal kunnen. Maar in ieder geval bewust maken van het belang daarvan, van en het plan en het tactische uitvoerplan op de beurs. 23 oktober. We zien er naar uit.